Welkom bij een nieuwe vlog, leuk als jullie kijken. Deze vlog gaat over KNVB-beker. Wat is KNVB-beker? Alle teams, of elke club, Eredivisie, de keukenkampioen, speelt tegen elkaar om een beker. Finale wordt altijd in de Kuip gespeeld. Verleden jaar is PSV KNVB-beker gewonnen. Heb ik ook een paar filmpjes teruggevonden. Laat ik ook aan jullie aan de kijker zien. Oud-Wageningen heb ooit ook keer tegen PSV gespeeld, KNVB. Ik weet niet wie gewonnen heb, wie er weet, zet in de comments. Hier heb je de filmpjes en laat ik ook zien wie KNVB moet voetballen, tegen wie. Zal ik ook aan jullie zien allemaal. Veel kijkplezier bij deze vlog en de KNVB over wie komt die. Teren. De club won gisteren de KNVB-beker van Ajax. Het was een spannende wedstrijd die pas na de penalties werd beslist. We hebben deze hele week op getraind en ik hoorde ook net van de speler van Ajax die zei dat ze er niet op hebben getraind. Dus ja, voor ons haal je de voordeel uit. Dit is voor altijd. Jongens die 80 zijn, over 60 jaar, die hebben deze prijs gewonnen. En die pakt niemand hun meer af en mij ook. Ja, we hebben de beker en dan gaat weer mee. De fans waren dan ook erg blij. Vonden we maar verdiend, hè? Ja, tuurlijk verdiend. Nou goed, we gaan nu weer terug naar huis toe. En dan gaan we eens eventjes de hele stad op zijn stel te zetten. Dat wordt echt helemaal geweldig. Diep in de nacht, hè? Brabantse nachten zijn lang, zeggen ze. Dus dat wordt een latertje. En voor het zoontje van PSV-verdediger Van Aanholt werd het ook een avond om nooit te vergeten. Of ze dat in Eindhoven ook waar zouden maken, dat kunt u straks gaan zien. Ik vertel u eerst even dat in de tweede helft DC de vervanger was voor Stevens bij PSV. Bij de beelden uit Eindhoven krijgt u commentaar van Herman Kapel. PSV Wageningen voor de beker. En in de achterhoofden van de PSV'ers zit waarschijnlijk nog die 3-2 nederlaag. Die PSV tegen Wageningen voor de beker leed. Dat is 2 seizoenen geleden. En het gebeurde dan wel op de berg. En dat is heel iets anders dan hier in Eindhoven. PSV speelt het van links naar rechts in deze eerste helft. Allemaal in de mayo's op René van der Kerkhof daar. PSV zelf de opstelling. Als zondag tegen Vitesse toen het zo moeilijk was. En Wageningen met Stanley Bisch weer in de ploeg. Van der Kuilen in de diepte, maar Lupsen liep buitenspel. Dat was de vlog van vandaag over KNVB. Vanavond ook de wedstrijd, de eerste wedstrijd de KNVB. Wie kijkt, veel kijkplezier, niet veel kijken wel. Houd het in de gaten wat de standen zijn. Als je de vlog leuk vindt, doe het dan morgen en vrijdag ben ik weer terug. Doei!